Wat zijn maartse buien? Dit zijn buien met regen, hagel, onweer en of natte sneeuw en komen in het voorjaar voor. Om precies te zijn komen ze voor in maart, omdat de omstandigheden dan gunstig zijn. De grond wordt opgewarmd doordat de zon steeds krachtiger wordt, terwijl de lucht erboven nog koud is van de winter. Hierdoor ontstaat er een onstabiele luchtlaag. De warme lucht aan de grond stijgt op omdat het lichter is dan de koude lucht erboven. Het vocht in de lucht condenseert en er ontstaan cumuluswolken. Deze wolken kunnen uitgroeien tot cumulonimbi, echte buienwolken. De overgang tussen winter en zomer is dus een gunstige tijd voor de vorming van maartse buien.